Bij de opening van de Heinenoordtunnel sprak minister Bakker van Verkeer: "Het past ons bij deze gelegenheid een woord ter nagedachtenis te spreken van de Barendrechtse brug. Niemand zal er hartzeer van hebben dat dit obstakel uit de Zeelandroute verdwijnt. Toch was het eigenlijk een geweldige brug, zo onmiskenbaar 19e eeuws, dat hier de werkelijkheid het beeld opriep van een oude gravure. Jammer dat de brug te groot is voor enig museum, anders hadden wij haar kunnen bewaren." Gelukkig kwam Piet den Boer, amateurfilmer uit Heinenoord, op het idee om de ommanteling van de brug op film vast te leggen. Daarom ging hij met zijn zoontjes Jaap en Peter de rivier op om de majestueuze constructie vanaf het water te filmen. Aan hem danken we het dat we ook nu nog het voormalig icoon van Barendrecht in volle glorie kunnen bekijken. Op 22 juli 1969 begonnen de voorbereidingen voor de sloop. En al op 24 juli werd de eerste overspanning uitgevaren. Daarna was de machinekamer aan de beurt. Die kolos van circa 100 ton zien we hier afgevoerd worden. En gelukkig was op dat moment Piet den Boer er met zijn camera weer bij om dat spannende moment vast te leggen. Daarna keerde hij regelmatig terug om ook de verdere ontmanteling te filmen. Een lastig onderdeel was het verwijderen van de contragewichten. Die bleken circa 275 ton te wegen, terwijl de beschikbare drijvende bok slechts 240 ton kon hijsen. Dus moest men hoog in de heftorens er eerst 35 ton aan ballaststaal van afslopen. En dat lukte. Om een brugdeel van de pijlers te verwijderen, werd er bij eb een ponton met steunjukken ondergevaren. Door de opkomende vloed duwde de ponton het brugdeel van de pijlers los en kon de ponton ermee wegvaren. De demontage werd gedaan door NV Westcom, het montagebedrijf van het toenmalige werkspoor. Het varend materieel kwam van G.J. Eerland, een bedrijf dat uiteindelijk is opgegaan in het baggerbedrijf Boskalis. De onderdelen werden afgevoerd naar de scheepssloperij van Frank Rijsdijk in Hendrik Ido Ambacht, waar het met snijbranders tot brokken schroot verwerkt werd. Het verwijderen van de koppelconstructie tussen de torens is helaas buiten beeld gebleven,
maar de aanblik van de nu los in de lucht stekende torens geven een zielige en functieloze aanblik. De volgende stap was het in kleine stukken branden en afvoeren van de torens. Omdat Piet en Boer filmden vanuit de Hoekse Waard, is aan de overkant de schoorsteen van de Velofabriek in Barendrecht te zien. Uiteindelijk is er 2700 ton ijzer en staal afgevoerd naar de sloperij en bleven alleen de stenen pijlers over. Die vormden uiteraard nog een obstakel voor het scheepvaartverkeer. Daarvoor kwam in 1970 sloopbedrijf KVH in actie, die ze met hulp van duikbedrijf Vos en Peperkamp liet opblazen.